We zien hier achter mij het Schiekadeblok. En daar moet op de hoek een toren van ruim 200 meter komen. En nog een aantal andere gebouwen. En een deel van de bestaande gebouwen blijft ook staan en wordt opgeknapt. En als we naar de andere hoek van het Hofplein gaan, daarachter moet ook een aantal torens komen van ruim 200 meter. En als we dan doordraaien voorbij het Hilton, dan komen we bij langs de Coolsingel. En daar komt een toren van ruim 250 meter en twee van 150. Waarbij een deel van de woningen ook sociale woningbouw is en ook woningen in de middeldure sector. Dus ook daarvoor wordt gebouwd. En dat wordt echt een enorme eyecatcher. Ja, RTMXL is 13 jaar geleden opgericht. Het is een burgerplatform wat zich inzet voor de grootstedelijke ontwikkeling van Rotterdam. En eigenlijk het positieve geluid erover, omdat er vaak heel veel tegenstanders zijn van grote projecten. En die hoor je heel veel. Maar er zijn ook heel veel voorstanders, heel veel Rotterdammers die trots zijn op de skyline, op de bouwprojecten in de stad. En op de manier waarop die stad zich ontwikkelt en steeds leuker wordt. We staan nu op Hofplein en over 10 jaar herken je dit echt niet meer. Want nou, als je achter ons kijkt zie je natuurlijk nu gewoon een soort verkeersplein. Met heel veel verkeer, trams die langskomen, veel asfalt en beton, weinig groen. En in de toekomst sta je hier op als wandelaar en als fietser eigenlijk op een groen plein. Met om je heen bijna overal hoogbouw. De gemeente Rotterdam heeft best wel veel enquêtes nu uitstaan over wat vinden bewoners van het Hofplein. En dan zie je bijna echt iedereen zeggen van ja, er moet hier wat gebeuren en het kan echt beter. En natuurlijk zijn er mensen ook wel. Het is veranderingen, dat is toch best spannend. Er zullen altijd zijn, maar volgens mij de echte inwoners van Rotterdam, ja, die zien ook wel dat hier echt een impuls nodig is voor dit gebied. We zijn nu aan de Wijnhaven en de Leuvenhaven. Nou, wat hier gebouwd is en nu gebouwd wordt, dat scheelt een beetje. Het zijn vooral wel koopwoningen. Maar er zitten ook wel wat huurwoningen bij, maar niet in de sociale sector. Maar wel daar net boven. Hoogbouw is heel duur om te bouwen. Er zullen altijd duurdere woningen in zitten. Maar vaak is er ook wel ruimte voor wat goedkopere woningen. En je ziet op dit moment dat de gemeente bij nieuwbouwprojecten ook eisen stelt. Om bijvoorbeeld in het middensegment en soms ook in de sociale sector wel woningen in die projecten toe te voegen. Dus dat gaat ook wel gebouwd worden. We staan hier bij de Rijnhaven en eigenlijk zie je hier net als bij het Hofplein heel mooi dat hoogbouw en vergroening hand in hand gaat. Wat hier gaat gebeuren is dat een deel van de haven wordt gedempt. Daar komt een park, ook deels een drijvend park. Ook een mogelijkheid om in het water te gaan zwemmen als dat kan qua waterkwaliteit. En natuurlijk veel hoogbouw, ook tot ruim 200 meter. Daarachter zien we een oude fabriek en dat is het Codico terrein. En daar zijn eind vorig jaar hele grote plannen voor gepresenteerd. Een deel van de fabriek wordt getransformeerd naar woningen. Dus er komen hele mooie industriële lofts in. Daarnaast komt er een toren van zo'n 220 meter hoog. Van een architectenbureau uit New York. Het is ook een beetje een New Yorks-achtig gebouw. Wat naar boven toe steeds ranker en ranker en slanker wordt. Nou, als er nog plek is, stedenbouwkundig gezien, wel. Maar niet overal. Er zijn natuurlijk ook wijken waar het helemaal niet zou passen. Maar ik vind zo hier langs de Maas, de Kop van Zuid, het centrum, ja, daar past het. Nou, ik vind dat wel heel mooi. Het geeft een dynamiek aan de stad. En dan komen meer mensen in de stad wonen op die manier. Nou, ik vind ze niet allemaal even mooi, moet ik zeggen. Maar ik vind de nieuwe vind ik wel echt allemaal heel mooi. Zalmhaven is heel mooi, Coltouw wordt mooi. Casanova wordt ook heel mooi. Nou, Terstouwer vind ik natuurlijk de mooiste. Het weer opnieuw opbouwen van Rotterdam na het bombardement in de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat gaat natuurlijk gepaard met modernere bouw. En daar is dit een onderdeel van. Ja, het gaat natuurlijk uiteindelijk wel om de kwaliteit ervan. Hè? Want het gaat niet alleen om hoog. Want hoog is zeg maar nou, niet per se altijd goed. Het gaat er vooral natuurlijk om hoe zorg je ervoor dat hoogbouw nou, plek heeft in de stad. Dat het goed uitziet. Maar vooral ook ja, wat zie je ervan en wat merk je ervan op straat.